Ik ben in het ziekenhuis met een hele goede reden om informatie in te winnen over een melanoom. Want het is een vorm van huidkanker en zeker nu het zonnetje volop schijnt, is het belangrijk om onszelf regelmatig te checken. Maar dan moeten we wel de signalen kunnen herkennen natuurlijk en daar kan jij ons bij helpen. Want een melanoom, wat is dat nu precies? Nou, een melanoom is een vorm van huidkanker die uitgaat van de pigmentcellen. En een melanoom is van alle huidkankers wel een van de huidkankers die het meest agressief kan zijn. Maar hoe zouden we het kunnen herkennen dan? Nou, ik adviseer mensen altijd om te kijken naar je eigen moedervlekkenpatroon. Dus kijk dan naar dingen zoals asymmetrie, grillige begrenzing. Neemt die ineens heel erg in grootte toe? Of zijn er andere dingen zoals jeuken of spontaan bloeden? En is er een mogelijkheid om melanomen te voorkomen? Nou, we weten dat ultraviolette straling een van de belangrijkste risicofactoren is voor het melanoom. Okay. En ultraviolette straling zit onder andere in de zonnebanken, maar natuurlijk ook in het zonlicht. Dus ga verstandig om met de zon. Nou, dat ziet er keurig uit. Ja? Geen zorgen. Stichting Melanoom is opgericht om mensen te informeren over melanoomkanker. Daarnaast zet de stichting zich in voor de belangen van patiënten met melanoom, patiënten met oogmelanoom, hun naasten en nabestaanden. Astrid, hoeveel mensen overkomt dit nu eigenlijk? Nou, jaarlijks krijgen bijna 6000 mensen de diagnose melanoom. Dat is best veel, hè? Dat is enorm veel en dat aantal dat groeit ook gestaag ieder jaar. En onder die 6000 mensen zien we ook dat het aantal jongeren ieder jaar toeneemt. En waar kan een stichting melanoompatiënten dan helpen? Wij bieden heel veel informatie. Op onze website kunnen patiënten informatie vinden over hun ziekte, over studies die lopen. En hoe check ik mezelf? Hoe houd ik mijn huid goed in de gaten? Ik hoop dat we er met dit programma ook een klein beetje aan hebben kunnen bijdragen. Zou je mensen nog een wijze raad willen meegeven? Geniet van de zon, maar bescherm jezelf. Weet waar je op moet letten. Lijkt me een heel mooi advies. Dat is ons advies, precies.